De meeste mensen en bedrijven werken vanuit vaste gedragspatronen. Ook bij de implementatie van nieuwe software gaat men op de automatische piloot. Op deze manier wordt ook nieuwe software geserveerd. Maar wat krijg je als bijna niemand die werkwijze omarmt? Veel van deze gedwongen implementaties liggen zwaar op de maag. Verspilling in de ICT-branche. Jaarlijks is dit wereldwijd zo'n 4300 miljard euro. Voor een succesvolle software-implementatie hoeft niet iedereen direct de verandering te omarmen. Maak gebruik van de natuurlijke veranderingscurve om stap voor stap draagvlak te creëren. Silverside ziet een software-implementatie uitgesproken anders. Maak kennis met de 3G-methodiek. Een doelgerichte implementatieaanpak met garantie op het werkelijk gebruik van de verandering. Met de 3G-methodiek communiceren wij eerst vanuit het gevoel van de implementatie. Trainen op gedragsverandering met daarna pas de ondersteuning van het nieuwe gereedschap. Maar wat maakt deze aanpak nou zo uitgesproken anders? In een software-implementatieproject starten bedrijven meestal met het gereedschap. Dit leidt vaak tot slecht bouwwerk en teleurstellingen. Uw uiteindelijke doel, uw droom, moet u van tevoren al helder voor ogen hebben. Start dus altijd met waarom, bedenk dan hoe en introduceer dan pas het gereedschap. Silverside kan u met de 3G-methodiek helpen om uw implementatie stap voor stap een succes te laten zijn. Bepaal het gevoel wat u wilt bereiken en communiceer dit aan alle betrokkenen. Maak een gedegen plan en train de mensen in hoe de droom bereikt kan worden. Laat nu het gereedschap aanrukken en ga werkelijk aan de slag. Een heldere aanpak op basis van de juiste volgorde. Gevoel, gedrag, gereedschap is 3G. Deze methode is gebaseerd op een blend van de beste managementtheorieën, ervaringen bij meer dan 100 klanten en het beste gereedschap van onder andere IBM en Microsoft. Werkelijke acceptatie en gebruik van uw software-implementatie. Silverside, uitgesproken anders. Vraag gratis ons 3G-adoptiepakket aan op silverside.nl/3G.